werk voor Deloitte en heb daar de uitdaging om eigenlijk klanten te verleiden om fiscale diensten af te nemen. En nou is fiscale diensten niet het meest sexy begrip in Nederland. En nou is dus de uitdaging des te groter om te kijken van hoe kunnen we dat het beste doen. En daarvoor hebben we ook bedacht van nou ja, het gaat om dat we onze fiscale kennis etaleren. Dat is eigenlijk de manier waarop heel veel partijen dat doen. Met nieuwsbrieven, met seminars die je organiseert, met magazines die we uitgeven in onze fiscale kennis staat. Maar nog steeds, het blijft wel een beetje een saai verhaal. Dus we hebben gedacht, we zoeken een metafoor. En die metafoor hebben we gevonden. Ik geef even het doosje door. Ik kan zo de microfoon even staan. Dank je wel. Graag doorgeven. Als je trek hebt, dan pak je gerust eentje. Ze zijn heel lekker. Ik heb ze zelf verkocht. Nou, wat we hebben gedaan is gekeken van oké, op welke manier kunnen we dus die diensten lekkerder maken. De metafoor van chocola. En laten we eens kijken of we daar iets mee kunnen doen. Nou, waarom? Omdat we eigenlijk een aantal uitdagingen hadden. Het is niet alleen het verleiden van die klanten om diensten af te nemen. Maar het is ook omdat we een klantendatabase hadden die eigenlijk gewoon niet goed gevuld werd. En hoe beweeg je nou de praktijk om te zorgen dat mensen hun eigen klanten gaat invoeren? Dat doe je niet zo graag. Het is moeite. En je doet het ook niet zo graag omdat natuurlijk je daarmee je klantgegevens deelt met je collega's. Nou, dat ligt gevoelig. Daarnaast een wild groei aan diensten. Je zag in het verleden zijn er talloze nieuwsbrieven ontstaan en seminars werden georganiseerd. Ik telde er op een goed moment 52. Nou, dat is gewoon te veel. Dat kan geen klant behappen. Plus het feit dat klanten zelf ook. De ene klant kreeg deze nieuwsbrief aangeboden. De ander werd daarvoor uitgenodigd. Maar er was eigenlijk geen eenheid in. Iedere klant kreeg een ander aanbod te zien. Nou, en verder wat je ziet is eigenlijk als je vanuit de klant bekijkt. Dan of je nou bij PwC of bij KPMG, onze gedoodverfde concurrenten, of Ernst & Young gaat kijken. Allemaal bieden ze nieuwsbrieven aan en magazines en seminars. En allemaal doen ze dat ongeveer op dezelfde manier. Dus als klant heb je daar niet echt een cadeaubeleving bij. En toch, we doen het voor die klant. Het is eigenlijk een cadeautje dat je weggeeft. Nou, de campagne die we hebben ontwikkeld. Ik ben met de vormgever van ons intern op tafel gegaan. Ik heb uitgelegd wat de case eigenlijk is. En uiteindelijk kwamen we ertoe van, nou, ten eerste, we moeten die 52 diensten terugbrengen naar 12. Dat is een behapbaar aantal. Zoveel chocolaatjes past ook in een doosje trouwens. En het leek ons eigenlijk ook wel een goede manier. Daarnaast is het ultieme cadeau is natuurlijk een doosje chocola. Dus dat is een hele leuke manier om in feite je diensten onder het voetlicht te brengen. Het is dienstenmarketing en bij een dienstverlener is het ontzettend van belang om te kijken hoe je je eigen organisatie meekrijgt. En dat is echt anders dan bij een leverancier van tastbare producten. In dit geval hebben we ook echt een DM-campagne losgelaten. Ik heb het doosje toegestuurd naar de mensen op hun huisadres. Iedereen was uitermate verrast. En ik heb daarbij maar één vraag gesteld. En die vraag was van hoeveel van jouw klanten zou je hiermee willen verrassen? En je kon sms'en, bellen, mailen, maakt niet uit. Heel laagdrempelig, echt op een DM-achtige manier. Dus en masse kregen we inderdaad reacties door van nou, ik wil 15 klanten opgeven, ik 20 klanten, et cetera. Nou, hartstikke leuk. Ja, de slides gaan iets te snel, maar ik maak het verhaal toch maar even af. Uiteindelijk zag je dat er heel veel mensen reageerden. Prima was mijn vervolgvraag. Fijn dat je 15 klanten opgeeft. Dan moet je ze wel even in het systeem invoeren. Nou, geen weg meer terug, want uiteindelijk, hè, je hebt al aangegeven dat je klanten graag het doosje wil toesturen. En uiteindelijk het invoeren in zo'n CRM-systeem is misschien wel werk, maar het is ook al nuttig, want daarmee voorkom je ook dat één klant vanuit 6 verschillende hoeken van Deloitte een doosje toegestuurd krijgt. Iedereen snapt dat ook wel. Nou, uiteindelijk dat is goed gegaan. Je ziet hier wat ging goed. Nou, heel enthousiast waren de reacties uit de praktijk en ook van klanten. Je ziet daarin wel, die interne marketing is echt goed gegaan. Wat je ziet is uiteindelijk ook die 12 diensten. Dat is prima eigenlijk. Daarmee heb je gewoon, kan je daar ook de kwaliteit waarborgen en kan je zorgen dat het gewoon goed is wat je aan je klanten levert. En om eerlijk te zijn, we gaan iets te snel weer. Om eerlijk te zijn, wat je wel ziet is dat we hebben heel veel focus gelegd op de interne campagne. Om te zorgen dat iedereen mee kreeg daarin. Dat is goed gelukt. Wat je wel ziet is dat eigenlijk, als je kijkt naar het externe stuk, daar zitten we nu op iets van 16% respons. Dus 16% van de klanten heeft gereageerd van, ik schrijf me in voor die en die en die diensten. Nou, dat mag van mij nog wel een beetje hoger. Liefst naar 100%. Ik realiseer me in DM-term is 16% helemaal niks om over te klagen. Maar we werken er wel aan om daar eigenlijk nog de respons wat hoger te krijgen.
Nou, en verder eigenlijk wat je ziet, het leuke van de campagne is dus veel enthousiasme. Uiteindelijk bij klanten, bij onze eigen mensen. En waarbij je eigenlijk ziet van ja, die saaie fiscale diensten. Die je eigenlijk door ze anders te verpakken opeens enthousiast worden ontvangen. En opeens een enorme energie teweeg brengen. Nou, dat had ik niet verwacht. Ik bedoel, leuk voor onze klanten en voor uiteindelijk ook voor het thuisfront, zoals jullie hebben kunnen zien.